De vaccinatiegraad is belangrijk geweest om de negatieve gevolgen van de vierde COVID-19-golf te beperken. Rakesh Gayadar Shukul, directeur van Volksgezondheid, zegt dat de vierde golf erger was dan de vorige die we hebben gehad. Toch waren de negatieve gevolgen te beheersen, omdat er meer mensen gevaccineerd zijn. Intussen heeft rond 52% van de doelgroep tenminste één prik gehad. De besmettingscijfers vertonen de afgelopen tijd ook een dalende trend. We zijn nu beneden de 60 nieuwe gevallen per dag. En de kans is er dat wij nog lager gaan, maar het hangt van een aantal factoren af of het weer omhoog zal gaan. Laten wij niet hopen en laten wij ons best doen om dat niet. En indien het gebeurt, dan moeten we ervoor zorgen dat de nadelige gevolgen en de druk op de zorg, want dat is hem vooral, dat die eigenlijk zeker niet verzwarend is. Gayadar Shukul zegt dat de druk op de zorg hoog kan zijn wanneer de infecties toenemen en er nog veel ongevaccineerden zijn. Daarom werkt het ministerie samen met het Nationaal Coördinatieteam eraan om de vaccinatiegraad te vergroten. Omdat er veel ongevaccineerden zijn, ga je dan verwachten dat er veel mensen in de IC belanden en opgenomen moeten worden. En dan blijft er weinig over om onze mensen met andere zaken te behandelen. Overal zien we een dalende trend van het aantal positieve gevallen in thuisisolatie, aandacht voor interne werkprocessen en uiteraard verder professionaliseren zodat wij het beste kunnen bereiken. Gayadar Shukul zegt dat de dalende trend van thuisisolatie al 3 weken te merken is. Ook sterven er minder mensen thuis aan dit virus. Gayadar Shukul sprak op de laatste COVID-19 persconferentie in het perscentrum.